We vouwen vandaag het hartje vanuit een dubbele driehoek en eigenlijk twee dubbele driehoek. Hoe doen we dat? Ik pak een groot vouwblad en ik start met 16 vierkantjes. Puntjes op de puntjes. Een rechte vouw maken. Aan de andere kant ook. Rechte vouw maken. Ik vouw nu naar de middenlijn. Dat doe ik aan de andere kant ook. Kastdeuren dicht. Openvouwen. Nu heb ik rechthoeken, dus ik draai het blad. En hier wil ik ook vierkantjes, dus ik ga hier ook de kastdeuren weer dichtvouwen. Dit vouwsel maak ik vanuit een rechthoekig papiertje. Dus ik knip hem hier door het midden. De vouwen die nu in het papiertje zitten, die noemen wij wel dalvouwen. Als ik hem omdraai, worden het bergvouwen. Ik draai hem om. Ik ga hier nu een schuine vouw maken. Ik maak hem open. Doe ik aan deze kant ook. Schuine vouw, dat zijn dus nu de dalvouwen en de rest zijn bergvouwen. Doe ik aan deze kant ook. Het zijn mijn voorvouwen voor de dubbele driehoek. Nou, als ik dan nu hier mijn vingers onder doe, zie ik hier een driehoek. Ik duw hem er naartoe en ik duw hem plat en ik heb een dubbele driehoek gemaakt. En die dubbele driehoek maak ik ook aan deze kant. Hier zie ik de driehoek, puntjes duw ik erop en ik heb een dubbele driehoek. En er ontstaat een vierkant. Twee puntjes, die vouw ik naar boven. En dat doe ik aan de overkant ook. Punt naar boven. Nog een punt naar boven. Dit driehoekje vouw ik open. Ik duw mijn vinger erin. En ik duw hem plat. Er ontstaat een vierkantje. Dat doe ik bij alle vier. Vinger erin. Plat duwen. Vinger erin, plat duwen en een vinger erin en plat duwen. Ik heb vier vierkantjes en ik vouw nu vliegertjes vanuit het midden. Puntjes naar de middenlijn, naar de middenlijn en naar de middenlijn. En hier ontstaat als het ware een vlieger. En dat doe ik bij de andere ook. Steeds vanuit het midden. Zodat er dus aan de zijkanten driehoekjes ontstaan. Als je het een beetje lastig vindt, kun je ze ook openduwen met een potlood. Want het wordt natuurlijk wat kleiner steeds. Deze driehoekjes ga ik ook allemaal openmaken. Vinger erin of een potlood en plat duwen. Dat doe ik bij alle acht. Ik vouw hem rond. Ontstaat die medaille, die eigenlijk ook in de Kusudama zit, die we al eerder hebben gemaakt. Alleen we willen nu een hartje, bijvoorbeeld voor Valentijnsdag. Ja, ik heb die erin gevouwen. Draai hem om. Voor het hart ga ik deze flap op de andere flap doen. Dus ik vouw hem hier op de middenlijn. Omvouwen, dan zie je al dat hier een beetje de hartvorm ontstaat. En hier ga ik twee puntjes omvouwen. Niet tot de helft, ongeveer tot een derde. Derde omvouwen. Een derde omvouwen. En mijn hartje is klaar.